Peter was onlangs in Birmingham, Engeland, Groot-Brittannië, de Great Britain. Jazeker. En je was er niet zomaar, je was bij Codemasters. Heel vet, volgens mij was je daar voor het eerst. Ja, ik was daar voor het eerst. Had de Queen of England behaagd dat ik daar een keertje mocht komen. Nice, ja. Je was daar voor Dirt Rally. Jazeker, op het compound van Codemasters. Ja. Heel tof om mee te maken. Ja, Dirt Rally, even in het kort. De game is vorig jaar april in Early Access gegaan. Ja. Voor de PC. Zeker. En leg even uit waarom. Nou, weet je, de Codemasters heeft natuurlijk een beetje problemen gehad de afgelopen jaren. Hè? Met de Dirt-serie was het weer te casual en dan past het weer niet helemaal. Weet je, eigenlijk sinds Colin McRae een beetje weg is, is het een beetje minder geworden. Ja. Nou, het is een klein groepje ontwikkelaars binnen Codemasters hebben de bazen gepitcht. Wij willen echt een echte rally game maken. En dat hebben ze gedaan met Dirt Rally. Die is in april op PC in Early Access gegaan. Is inmiddels door, ik denk, de meeste PC-racefanaten gekocht. En over het algemeen wordt het ook beschouwd als een van de beste rally games ooit gemaakt. En zeker van de laatste 10 jaar toch wel de topper. Oké, want de game is afgelopen december officieel verschenen. Ja, op PC. De consoleversie komt eraan. Ja, die komt 5 april. En wij waren in Birmingham echt voor de consoleversie. We hebben hem ook gespeeld op PlayStation 4. En het is eigenlijk de vraag wat ze veranderd hebben voor de consoleversie. En wat is er veranderd voor de consoleversie? Want jij hebt natuurlijk met een stuurtje gespeeld. Ja, neem ik aan. Nou, ik heb ook even de controle erbij gepakt, ja, omdat ik ook wel weet dat de meeste mensen geen stuurtje hebben. Laten we eerst even naar de basics gaan. Consoleversie, dan wordt heel vaak worden dingen downgedumpt. Weet je wel, dan worden iets makkelijker, meer instap gemaakt. Ja. Dat gaan ze met Dirt Rally niet doen. Buiten het feit dat er wat tutorials zijn toegevoegd, gaat Dirt Rally op console net zo hardcore worden als op PC. En dat is misschien ook wel te prijzen aan Codemasters, want daardoor hebben ze wel weer gefocust op de hele experience van PC naar console brengen. De game draait op PlayStation 4 op 1080p. Op Xbox One schaalt het tussen 900 en 1080p, maar één ding was het belangrijkste, 60 frames per seconde. Dat is ze gelukt. Nice. Ja, de game is natuurlijk ook niet de mooiste game, dat was het niet op PC. Dat is exact hetzelfde op console, ja. Dat ziet er exact hetzelfde uit. Begrijpelijk. Maar ook geen storyline, tenminste, ja, je hebt wel dan een carrière, die is wel belangrijk, maar er wordt niet dingen aangepast voor de consoleversie om het, zeg maar, een beetje niet voor speed vibe te geven. Nee, absoluut niet. Precies. Oké, dus het is eigenlijk in feite, is het gewoon de PC-versie is gewoon gepoord naar de console. Ja, maar dat is best belangrijk, want er is echt in die game ongelooflijk veel aan te passen, in de menu's al. Gewoon, je kan echt alles aanpassen en ook alles is aan te passen op de consoles, hoe jij het wil, behalve de field of view. Die is op consoles vast en dat is het enige verschil die er is tussen de PC-versie en de console-versie. Dus je kan gewoon bepaalde grafische instellingen aanpassen? Ja, maar ook qua besturing, qua alles kun je aanpassen. Het is echt heel bijzonder. Oké, maar de meeste mensen zullen op PC ook met een controller spelen? Ja. Dus we gaan even maken even een bruggetje gelijk naar de gameplay. Ja. Want ja, hoe speelt Dirt Rally? Want je hebt natuurlijk met stuur gespeeld, maar ook met de controller waar de meeste mensen om gaan spelen. Is dat een beetje te doen? Ja, maar ik vond het op controller. Dit is de eerste game, laat ik zo zeggen, die ik speelde, een race game waarvan ik het makkelijker vond met het sturen dan met de controller. Het is echt moeilijk met controller. En deze game is sowieso een punishing game, hè? Je moet. Ja. Ik heb ook maar 2 parcours gespeeld. Ik had de game al gespeeld op PC om de Thrustmaster T150 te reviewen voor Games & Gear. Daar merkte je al, je moet gewoon langzaam aan en veel proberen, extreem goed luisteren naar je co-pilot. Ja, ja, ja. En je moet parcours gewoon leren kennen, omdat het is echt heel moeilijk. Maar het is wel heel erg rewarding, want je wordt steeds een stukje beter in een parcours. Dat sowieso, als je erin speelt. De wegligging, het geluid, het is zo'n sterk product, Dirt Rally, dat het bijna bizar is dat dit een Early Access game, of hoe ze dat hebben aangepakt, heel bijzonder vind ik. En dat dit eruit is gerold. Maar ja, heel veel games gaan natuurlijk in Early Access. Dus waarschijnlijk is het wel een slimme keuze geweest. Onwijs slim. Ja. Want ze hebben nu ook binnen Codemasters het bewezen. Dit kan. En men heeft zin in een echte rally game. Dit is absoluut gewoon echt een sim. Weet je wel? Ik heb eerst met een Mini Cooper het geprobeerd. Nou, die auto's die liggen mij totaal niet. Vervolgens ben ik met een BMW M3 uit de jaren 80 aan de slag gegaan. Daar heb ik echt uren mee gespeeld. Eerst heb ik Griekenland geprobeerd. Dat is het eerste parcours wat je te spelen krijgt. Dat vond ik niet relaxed. Toen ben ik naar Finland gegaan in de sneeuw. En daar heb ik uren gespeeld. Gewoon dat vind ik wel heel tof. Dat sowieso in rally games. Ik heb natuurlijk onlangs Sebastian Loeb. Daar was je niet zo blij mee. Was ik niet zo heel blij mee. Dus ik hoop dat Dirt Rally een veel beter gevoel geeft. Maar ik vind sowieso de locaties in rally games heel tof gedaan. Ja. En ik ben blij dat je dus in Griekenland waarschijnlijk heel zanderig of een beetje modderig. En vooral Finland, ja, met sneeuw en ijs. En dat
geeft wel even een goed contrast, denk ik, qua locatie. Ja, maar die game zit zo goed in elkaar. Ik bedoel, hoe je auto op de weg ligt en hoe belangrijk het is naar je co-piloot te luisteren. Als je dat niet doet, je crasht gewoon. Kan ook frustrerend zijn, maar het ligt altijd aan jou. Want de besturing van die game zit gewoon goed in elkaar. Zeker met stuur. Ah, je bent gewoon alleen maar intens in die game geconcentreerd bezig. En force feedback voelt waarschijnlijk heel goed aan. Die game is gemaakt voor sturen. Ja, want waarschijnlijk de controle is te gevoelig voor dat het sturen. Ja, vooral het gas geven. Ja. Je moet zo klein beetje gas geven. Kijk, als je in z'n één al dik vooruit gas gegeven, slip je al weg natuurlijk. Ja. Dus dat moet je niet doen. Dus je moet echt met controller heel erg rustig gas geven. Ik moet wel zeggen, ik had 3 uur daar. En voor een preview sessie is 3 uur altijd best wel lang. Dan denken wij altijd van, we mogen 3 uur Tomb Raider spelen, of 3 uur Far Cry spelen, of 3 uur dit spelen. Maar in deze game is het helemaal niet zo lang, want ik moest ook de controller uittesten. Ik kan niet te veel parcours doen, want ik wil wel een paar races goed doen. Uiteindelijk ben ik derde geworden in Finland. En ik begon echt met 9e, toen een keer 7e. Weet je, dat ging steeds iets verder. Dat is wel heel tof. Het is zo'n sterke, maar ongelooflijk moeilijke game. En ja, dat hebben ze gewoon letterlijk net zo hardcore vertaald naar het console. Een paar dingetjes, 7 nieuwe auto's komen erbij, een tutorial en een Mini Cooper Challenge wordt er toegevoegd. En dat wordt ook toegevoegd aan de PC-versie later. Voilà. Precies. Je krijgt eigenlijk dezelfde game en alles wat wordt toegevoegd in de console-versie, die wordt ook toegevoegd op de PC-versie. Oké, even eindoordeeltje tot nu toe. Ja, ik vind het echt een van de weinige echt moeilijke race games die voor mij rewarding genoeg zijn om het te blijven proberen. En dat vind ik best wel bijzonder, want ik ben niet iemand met heel veel geduld. Nee, maar met Dirt Rally, wel. En ik gun de console gamers ook deze experience. Als je echt van dit soort hardcore games houdt, dan is Dirt Rally echt een goede titel. In de review gaan we nog uitgebreider in op al die facetten, dat komt allemaal goed. Maar tot nu toe is het oordeel, sowieso naleiding van de PC-versie al. En het is gewoon dezelfde game. Ja. Niet een hele mooie game, wel een hele goede game. En aan te raden met stuur. Ja, dat vooral. Maar goed, ja. Dat is wel het vet, natuurlijk. En de bel raakt! Jee, mooi einde. Dankjewel.